unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine. Ambitie, daar gaan we het over hebben in deze uitzending van Niveau TV Magazine. Ambitie van de stad Maastricht om culinaire hoofdstad van Europa te worden. Dat idee dat is geopperd door René Hanze, directeur van het MEC, tijdens de persconferentie van de European Fine Food Fair. Nou, die ambitie is een beetje bijgesteld. Hij is wel opgepikt door een aantal horeca-ondernemers, met name die van Maastricht Culinaire. Dat is een club van een man of 10 die al sinds jaar en dag, sinds 25 jaar, een goed product leveren en een eerlijk product leveren. Nou, die hebben dat idee opgepakt en daar is lang over gepraat en de formule is wat aangepast. Het wordt nu gastronomische hoofdstad van Noord-Europa. Dat is het streven. Nou, hoe zou je dat kunnen worden? Op de eerste plaats heb je daar veel geld voor nodig, want je moet het roepen op de goede plaats. Dat wil zeggen, je moet bij wijze van spreken op de voorpagina een jaar lang van de Figaro roepen dat Maastricht de gastronomische hoofdstad is. En op CNN hetzelfde, een billboarding, dan word je onder andere culinaire hoofdstad van Europa. Maar wat er ook belangrijk voor is, dat je een goed product levert. Nou, daar heb je de lokale restaurantondernemers, hotels, alles voor nodig die aan die norm voldoen. Die club van Maastricht die bestaat al 25 jaar, een man of 10, en daar gaat een frisse wind doorwaaien, want die willen die club uitbreiden naar 25 leden die kwalitatief hoogwaardige producten gaan brengen. Die zijn vandaag, komen die voor het eerst bij elkaar, de wervingsactie daarvoor. En wij zijn daarbij in deze uitzending Niveau TV Magazine. En dat is hier binnen en wij gaan er kijken. De geschiedenis en waarom wij dit nu doen zoals we het willen doen. Je bent voorzitter van Maastricht Culinaire. Daarom doen we het om Maastricht dit interview. Die bent niet alleen voorzitter, je bent zelf ook al heel lang lid van Maastricht Culinaire. Van 10 naar 25 leden, voor wat? Even de doelstelling willen bereiken om gastronomische hoofdstad van Maastricht te worden, hebben ze body nodig. Op de eerste plaats hebben ze body nodig. Body creëert ze door nieuwe leden aan te nemen, maar achter aan de kwalificatie, kwaliteit. Dus het is body, het is kwantiteit en het is kwaliteit. En dat vinden we heel erg belangrijk als basis. Daarmee helpt het niet op, daarmee begint het pas. Ik vind Maastricht moet zich onderscheiden. En dat kun je alleen maar door kwaliteit te bieden. En daar hebben we niet alleen het stadsbestuur voor, maar vooral de ondernemers. Die moeten dat gezamenlijk doen. Dus zo'n initiatief, die ambitie, is gewoon hartstikke goed. Nou, wij zijn eigenlijk, als je gaat over promotie, de promotiemachine voor Maastricht, die over city marketing hebt, dan zijn we daar zeer intensief mee bezig. Wij benaderen doelgroepen landelijk, maar ook internationaal, om hier te exposeren, maar ook om de beurzen te bezoeken. En vervolgens willen wij graag programma's hebben om die gasten door te verwijzen. Als ze op onze beurs geweest zijn, kunnen ze vervolgens ook actief de stad of de regio in. Jij wordt een beetje de voortrekker. Blijkt uit jouw speech, of zie ik dat verkeerd, van Maastricht Culinaire? Nou, ik wil niet zeggen een voortrekker, maar ik probeer wel de mensen een klein beetje enthousiasmeren. Omdat de mensen... Goed, misschien een beetje over de streep gehaald moeten worden dat het stoffige nou eindelijk een keer uit Maastricht verdwenen moet zijn. Van wat betreft culinaire Maastricht, dat we het met z'n allen moeten doen. Ik ben ontzettend blij dat we deze koers opvaren. Ik heb dat in het begin ook al een beetje op aangestuurd. Vreugde van Maastricht Culinaire, waar kopen wij ons vlees in, waar kopen we onze groenten in, zo dat gezamenlijk doen kunnen we goed. We zijn eigenlijk meer een inkooporganisatie, precies, moet je zeggen. Ja. En, we zien inmiddels allemaal eigenwijze ondernemers. Je kunt zich vinden in het initiatief. Ja. Ik denk dat ze goede kwalitatieve ondernemers erbij moeten betrekken. Als je dat hebt, dan heb je in ieder geval een ensemble, een aantal mensen die als boegbeeld kan functioneren en die ook de rest wel meetrekt. Inclusief een aantal ondersteunende faciliteiten daarbij. Kijk, en dan krijg je een geheel wat ook een beetje aansprekend is. We willen iedereen graag hebben. We willen de mensen naar Maastricht iets krijgen dat ze zeggen van hey, we komen Maastricht binnen, waar gaan we eten, waar gaan we drinken, waar gaan we dansen, waar gaan we roken. Dus Hans van Wolde doet ook een eetcafé recommenderen, omdat hij weet als ze lid zijn van Culinaire Maastricht, dan kan je daar goed, kwalitatief goed eten. Want dat is de voorwaarde die jij waarschijnlijk ook zal stellen. Als een café of als een café-restaurant of als een goede brasserie zich voelt dat hij bij ons wil horen, mag hij zich aanproberen, mag hij zich aanmelden. Ja. En ik eet net zo liefst heel graag een goede steak tartare en een heel goed café hier. Weet je, want dan kom je op de meest rare plaatsen tegen. Heerlijk. Het is altijd goed eten. Ja, ik vind het heerlijk, ik vind het heel. Dus waarom zouden we niet Culinaire Maastricht uitbreiden met alleen maar allemaal goede mensen, goede plaatsen. De gast hoeft niet alleen maar high class food.
we willen ook eens een keer wat minder eten. Het is wel een voortrekker, Han van Wolde, en hij vormt een heel belangrijk onderdeel op het gastronomische palet. En zo riek Maastricht is aan, laten we zeggen, eetcafés en restaurants, zo riek zien we inderdaad ook een sterrenrestaurant. We hebben de meeste sterrenrestaurants in Maastricht per vierkante kilometer. En zonder dit soort jongens, dit soort coryfeeën, zou zij er niet aan kunnen beginnen. Maar ze zien een onderdeel van het geheel. Gastronomie met Val Breyer. Gastronomische hoofdstad van Noord-Europa. Een ambitie die toch nog heel hoog ligt. Wat is het belang van het MEC in deze? Het belang van het MEC is heel erg groot. Het MEC ontwikkelt grote beurzen die we allemaal kennen. BBB, EFFF en recentelijk ook PUUR. Dat kunnen we niet alleen en wij zullen daar gewoon de hele regio in moeten gebruiken. Het belang in het MEC zit dus niet alleen in de beurzen zelf, maar ook in de spin-off voor de regio en iedereen die hier woont. Ja, kijk, ik denk dat de Maastrichtse ondernemer zich moet realiseren en zich ook wel realiseert dat die grote aantallen die nu in Maastricht binnenkomen, dat dat geen garantie is voor een goede toekomst. Dat er nieuwe innovatieve concepten moeten komen en dat er maar één ding telt. En dat is kwaliteit. De consument wordt steeds mondiger, die zal het hoogste eisen. Nou, je zult dus wel moeten. Denk je dat Maastricht dat aan kan, Maastricht culinaire hoofdstad van Noord-Europa? Of nee, een gastronomische hoofdstad? Nee, ik denk nog niet. Ik denk nog niet, maar wel culinaire hoofdstad van Nederland. Ik denk van Noord-Europa, ik vind het een beetje overdreven. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Daar kunnen we aan gaan werken. Als, ja, als ambitie moet er zijn. Stel als mij. Als ze mij 3 sterren toekienen, dan mogen ze dat doen. Ja. Zo niet, vind ik het ook nog steeds prima. Maar culinaire hoofdstad van Nederland, ja. Okay. Met nou, steeds... We gaan er met z'n allen voor. God weet dat we over 5 jaar zeggen. Waar staan we dan? Ja, nou, Europa. Van jou ook, Hansje. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Niveau TV. We zullen zijn aan het drinken. Zeker. Kijk wie gaat reizen. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine.